Hi, mijn naam is Gijs en afgelopen weken kreeg ik een aantal vragen van YouTube-kijkers die wilden hun YouTube-naam wijzigen, maar kregen de melding te kort geleden gewijzigd. Ik laat jou zien wat daar de oorzaak van is. Je gaat naar de rechterbovenhoek, je klikt op het icoon en dan klik je eigenlijk op het icoontje van een foto of een pictogram. Dan word je doorverwezen naar je G+. En daar zie je de naam van je YouTube kanaal, Theo Testing. Je gaat naar het penseeltje, daar klik je op en je maakt ervan Tina Testing 2. Je drukt op oké. Je refresht even je YouTube. Je gaat naar het icoon. En je ziet, de naam is gewijzigd in Tina Testing 2. Dat kun je nog even controleren door naar je kanaalweergave te gaan. En je ziet Tina Testing 2. Nou, volgens de richtlijnen van YouTube kun je dus maximaal 3 keer per 90 dagen je YouTube-naam wijzigen. Ik heb dit een aantal keren getest met een nieuw kanaal wat nog geen dag oud is. En daar kun je eigenlijk onbeperkt je YouTube-naam wijzigen. En dit is een kanaal die is nu een aantal dagen oud. En nu ga ik even kijken of je inderdaad ook nog steeds onbeperkt je naam kunt wijzigen. Dus we gaan weer naar je G+. Naar het penseeltje. Tinus Testing 3. Oké. We refreshen hem even. Hij is inderdaad hier gewijzigd. We checken het nog even op het kanaal. Kanaal weergeven. En daar is hij ook gewijzigd. Dan gaan we het nog een keer wijzigen. En mijn theorie is dus eigenlijk op het moment dat je kanaal nog niet ouder is dan 30 dagen. Dan kan je hem onbeperkt wijzigen. En daarna krijg je de melding te kort geleden gewijzigd. Maar dat heb ik nog niet bewezen. Dus dat ga ik nu nog een keer testen. 4... Pipo. Nou, het lijkt erop dat het gewoon alsnog kan. Ja. Gaan we hem nog een keer wijzigen. En dan doen we hem in Theo weer. Theo. Oké. Refresh. Hey, nu lijkt het erop dat hij hem nog niet heeft gewijzigd, maar ik kreeg ook geen melding. Dus dat, er zit wel eens een vertraging tussen. Hier staat hij wel goed. En dan is hij toch weer Theo Testing 5. Nou, deze test ga ik herhalen volgende week nog een keer. En ik wacht dan totdat hij 30 dagen oud is. En dan ga ik kijken of mijn theorie klopt of niet. Ik ga nu kijken hoe ik mijn YouTube-naam kan wijzigen als ik een melding krijg te kort geleden gewijzigd. In principe moet je dan gewoon 90 dagen wachten, want je kunt 3 keer per 90 dagen je naam wijzigen. Volgens de richtlijnen van YouTube. Maar ik ben nu echt al behoorlijk lang aan het testen. De ene keer werkt het wel, de andere keer werkt het niet. Wat ik nu wel heb ontdekt is als je een nieuw kanaal hebt wat nog geen dag oud is, dan kan je hem onbeperkt wijzigen. Ik heb net getest met een kanaal wat nu misschien 4 dagen oud is. En daar kan het ook nog steeds onbeperkt gewijzigd worden. Dus mijn theorie is dat je eigenlijk niet meer je naam meer dan 3 keer per 90 dagen kunt wijzigen als hij korter, of eigenlijk ouder is dan 30 dagen. Maar dat gaan we nu testen, want ik heb nu mijn eigen kanaal erbij gepakt. Daar kreeg ik 2 weken geleden de melding te kort geleden gewijzigd. En ik ga dan nu nog een keer proberen te wijzigen. We klikken op het fotootje, dan word je doorverwezen naar je G+. En nu ga ik kijken of ik mijn naam kan wijzigen. Doe ik hem in Gijs. Oké. Kijk, en nu krijg je de melding te kort geleden gewijzigd. En heel veel mensen die hun YouTube-naam proberen te wijzigen, krijgen ook deze melding. En dit is een kanaal wat ouder is dan 30 dagen. Het heeft wat abonnees, het heeft wat subscribers. En het is hier mij niet gelukt om hem meer dan 3 keer te wijzigen. Nou, op het moment dat het eerste filmpje, het eerste stuk wat ik liet zien, met een kanaal wat dus enkele dagen oud is, daar kun je dus onbeperkt wijzigen. Is je kanaal ouder dan 30 dagen, maar ik zal dit in een later filmpje ook echt gaan bewijzen met het Theo Testing kanaal. Dan wacht ik tot dag 29, dan ga ik even een filmpje maken en op dag 30, want het is, ja, het blijft vaag. Google of YouTube zegt zelf, je kunt hem echt maar 3 keer wijzigen per 90 dagen. Nou, ik heb aangetoond dat dat dus niet zo is met een kanaal wat nog vrij recent is. Dus voor de mensen waar het te kort geleden gewijzigd is, ja, je zult nog even geduld moeten hebben. Wacht tot die periode voorbij is. En als het dan nog niet lukt, dan hoor ik het graag van jullie. Dus ja, het is een kwestie van even geduld hebben, helaas. Heb jij na het bekijken van deze video nog steeds een vraag over hoe je een YouTube intro kunt maken? Stel je vraag even hier beneden en ik ga je vraag beantwoorden. Vond je deze video nuttig? Geef ons even een like en abonneer je op dit kanaal. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende video.